Nou, hier staat die kruk waar mijn afkortzaag normaal op stond. Dat ding dat had geen bodem. Net zoals bij de zaagtafel rust dat hele spulletje op een MBF-plaatje. Nou, ik had nog een stukje triplex. Dus ik heb hier een bodempje voor gemaakt. Moet nog een stuk afgesneden worden langs deze lijn. En dan past hij er precies op. Ik heb dat buiten gedaan. Met dat bosmachientje wat daar ligt. Dat kleine accu-cirkelzaagje. Ja, dat werkt ook perfect. Dus ja, ik ga nou dat ene stukje eraf zagen. En dan ga ik die onderkant er tegenaan maken. En dan komt dat stopcontact. Dat ja, zou dan zo moeten komen te zitten. Net zoals daar en daar. Dat gaat er leuk uitzien. Nou, dat was hem voorlopig even. Bye bye.